In het kader van loopbaan leren dat nu de volledige aandacht heeft binnen de opleiding, heb ik een filmpje gemaakt waarin ik de loopbaancompetenties eerst zal benoemen. Vervolgens wordt de nadruk gelegd op zorgleerlingen en het bijpassende docentengedrag. Deze competenties doen een beroep op andere vaardigheden dan de leerlingen zijn gewend. Met name de doelgroep waar dit filmpje over gaat. Waarbij ik mijn aandacht richt op leerlingen met ADHD en leerlingen binnen het autistisch spectrum die gediagnosticeerd zijn met PDD-NOS, Asperger. Deze leerlingen zijn gebaat bij een andere aanpak van de docent. Dit komt dan ten goede aan hun loopbaanontwikkeling in het kader van een leven lang leren. Waarbij de leerling zich de 21ste eeuwse vaardigheden eigen maakt. Loopbaan leren. Leerlingen binnen het autistisch spectrum. Waar krijg je dan als docent mee te maken? Deze leerlingen hebben de volgende indicaties. ADHD, autisme, PDD-NOS Asperger. 5 loopbaancompetenties. Als je kijkt wat er verwacht wordt van de leerling in de fase van Marinka Kuipers. 5 loopbaancompetenties. 1. Kwaliteitenreflectie. 2. Motiefreflectie. 3. Werkexploratie. 4. Loopbaansturing. 5. Netwerken. Bij deze loopbaancompetenties horen indicatoren. Indicatoren per competentie. Kwaliteitenreflectie. 1. Ik weet waar ik goed en minder goed in ben. 2. Ik weet welke kwaliteiten ik kan inzetten voor het beroep wat ik wil gaan doen. 3. Ik kan de ontwikkeling van mijn competenties en mijn talenten in verband brengen met ervaringen. Met beelden en inzichten over mijn toekomstige studie- en arbeidsloopbaan en levensloop. Motivatiereflectie. 1. Ik kan aangeven wat ik leuk en interessant vind aan mijn opleiding. 2. Ik ken mijn werkwaarde. 3. Ik kan verband leggen tussen beroepsdilemma's en mijn waarde. 4. Ik kan verband leggen tussen eerder ervaringen in mijn leven en mijn waarde. Werkexploratie. 1. Ik heb een beeld van de inhoud van het werk waarvoor ik leer. 2. Ik weet welke beroepscompetenties nodig zijn in het werk waarvoor ik leer. 3. Ik weet welke leeractiviteiten ik moet ondernemen om beroepscompetenties te kunnen ontwikkelen. 4. Ik weet wat de actuele beroepsdilemma's zijn in het werk waarvoor ik leer. Loopbaansturing. 1. Ik kan doelen stellen voor mijn studieloopbaan. 2. Ik baseer keuzes in mijn leerproces op mijn kwaliteiten en waarden. En op mijn toekomstwens. 3. Ik organiseer de begeleiding die ik nodig heb om mijn leerproces te sturen. Netwerken. 1. Ik beschik over een netwerk van mensen die mij kunnen helpen bij mijn studieloopbaan. 2. Ik onderhoud mijn netwerk en vergroot het. 3. Ik kan iets betekenen voor mensen in mijn netwerk. Samenvatting van de 5 loopbaancompetenties. Wat wil ik? Wat drijft mij? Motivatiereflectie.
Wie ben ik? Wat kan ik? Kwaliteitenreflectie. Welk soort werk past bij mij? Werkexploratie. Wat wil ik worden? Loopbaansturing. Wie kan mij daarbij helpen? Netwerken. Vaardigheden die een leerling nodig heeft om aan deze competenties te werken. Een aantal vaardigheden die een leerling nodig heeft. Inzicht. Zelfreflectie. Communicatieve vaardigheden. Reflecteren. Bewustwording. Samenwerken. Sociale vaardigheden. Flexibel. En nu? Docentengedrag ADHD. Geef concrete en korte opdrachten. Ondersteun de opdrachten met visuele hulpmiddelen. Laat de deelnemer de opdracht herhalen. Maak opdrachten uitdagend door variatie. Denk hierbij aan verschillende werkvormen. Docentengedrag bij ADHD. Wees consequent, praat niet te lang door. Geef duidelijke instructies. Denk aan de 5 W's. Docentengedrag bij autisme. Speciaal bij PDD en OS. Maak korte zinnen. Praat niet te lang achter elkaar. Gebruik geen beeldspraak. Leg dezelfde stof niet op verschillende manieren uit. Herhaal wat je gezegd hebt en controleer het begrip van de woorden. Docentengedrag bij autisme in het algemeen, zoals Asperger. Spreek rustig. Maak pauzes. Stel duidelijke vragen. Vraag naar een handeling met inhoud. Zoals: waarom is dit scheef getypt? Geef de deelnemer de tijd om te reageren en antwoord te geven. Formuleer letterlijk wat mag. Docentengedrag bij groepsopdrachten. Bij leerlingen met ADHD. Autisme. Afhankelijk van de fase waar de groep zich in bevindt. Volgens groepsdynamica. Kan de docent het volgende overwegen? Bespreek indien mogelijk met de klas waarom leerlingen een andere aanpak krijgen of nodig hebben. Dit kan alleen als de leerlingen waar het om gaat hier toestemming voor hebben gegeven. Het is alleen bespreekbaar als je als docent veiligheid kunt bieden. In de groepsdynamica spreekt men over veiligheid in de groep, die door de groep gecreëerd moet zijn. Docentengedrag tijdens groepsopdrachten bij ADHD. Tijdens het loopbaanleren hou je rekening met het volgende. 1. Stel samen met de deelnemer een werkschema op en laat de deelnemer dit zelf bewaken. 2. Geef geen complexe opdrachten, maar geef één opdracht tegelijk. Zeg vooral wat wel mag en zeg vooral hoe het wel moet. Geef de deelnemer de tijd voor de opdracht. ADHD. Tijdens groepsopdrachten. Maak duidelijk welke rol en taak de deelnemer in de groep heeft. Maak samen een activiteitenschema. Zorg voor een evenwicht in activiteiten. Zeg vooral wat wel mag en zeg vooral hoe het wel moet. Geef de deelnemer de tijd voor de opdracht. Alleen voor de deelnemer met PDD en OS. Geef de deelnemer de kans om een deel van de opdracht alleen uit te voeren. Dwing niet tot oogcontact. Voortgang binnen loopbaan leren. Naast het docentengedrag nog een algemene aanvulling. Voortgang bereik je met deze groep leerlingen door een 1-op-1 loopbaanbegeleiding. Voor deze leerlingen zijn de 5 loopbaancompetenties niet concreet genoeg. Als loopbaanbegeleider zal je deze zo concreet mogelijk moeten maken. Geef daarbij voorbeelden en vraag dan om een eigen voorbeeld. Dit geeft structuur aan de gevraagde handeling. De 5 W's kunnen hierbij erg behulpzaam zijn. Deze sketch is ter beschikking gesteld door Frits Mulder.
docent ICT, burgerschap en loopbaan leren.